Na fossi persconferenzi fa regere na presidente Andrika per Santoki na so atte ke dai lu kubaka fa sami go a nyali di pasa. En ataki ook tu fa regering ete ke seka. Fugo mo fa we aini ayalia. Mijn mensen, als we praten over een periode afsluiten, dan kunnen we zeker zeggen, namelijk dat op macro-economisch gebied er verschillende hervormingen zijn geweest. En die hervormingen waren noodzakelijk gewoon vanwege het feit dat je op basis van de gegevens die beschikbaar zijn, je geen land kan ontwikkelen zonder die economische onevenwichtigheden weg te werken. Je moet weer balans brengen in de economie. Je moet het weer op het gezonde spoor brengen. En dat doe je met verschillende maatregelen die dan ook getoetst worden, zowel nationaal als internationaal. En die verschillende maatregelen hebben we gepresenteerd aan de samenleving in ons herstelprogramma. Maar daarnaast zijn die maatregelen verder uitgewerkt in ons IMF-programma. Allemaal maatregelen met als doel om duurzame hervorming en duurzame ontwikkeling te kunnen garanderen voor onze samenleving. Het is goed toch om die parameters nog een keertje te benadrukken en wil ik toch nogmaals vragen hierin niet een sfeer te gaan zoeken van verwijten, verwijtbaarheid, maar gewoon fact en figures die uiteindelijk bepalen waar we vandaag staan. En als wij een negatieve BBP-groei hadden, een negatieve BBP-groei hadden van 16% aan het eind van 2020, dan is nu die groei van BBP plus 2,3%. Als we een overheidstekort hadden van ruim 19% van het BBP, dan is ons begrotingstekort nu 4,3%. En de internationale norm is 3%. Als de inflatie boven de 60% was rond 2020, dan is de inflatie nu in de buurt van 38% nog steeds te hoog. Maar zoals geprojecteerd door het IMF, als we zo doorgaan met onze hervormingen, met dezelfde discipline, dan kan het wel bij 17% tegen eind van het jaar nog komen. Ons schuldpositie van ruim 150% van de BBP tegen eind van 2020 is nu 118%. Met een duurzame schuldherschikking naar onze schuldeisers toe. Een betalingsachterstand van 270 miljoen Amerikaanse dollar aan het buitenland. En nu is er een betalingsbalans met een overschot op de lopende rekening. Een parallelkoers die we hadden, die 130% hoger was dan de officiële wisselkoers van SRD 7,53 per US dollar, is nu gestabiliseerd en geunificeerd als gevolg ook van de hervormingen. Onze internationale reserve, die helemaal tot bijna nul gedaald was, is nu meer dan 1 miljard plus US dollar. Ons importdekking, wat slechts enkele weken was, is nu weer naar ruim 6 maanden importdekking. En het kasreserveschandaal kent u wel, gelukkig is die kasreserve weer behoorlijk vooruit gegaan met weer honderden miljoenen. En de beoordeling die we krijgen, namelijk, we zijn geen junk land meer. We zijn geen land met junk status.
met een D-staten dat we onze schulden niet kunnen betalen. We zijn beoordeeld door internationale gezaghebbende ratingsbureaus en we hebben een CCC-plus beoordeling gehad met een stabiele vooruitzicht. En niet te vergeten dat we in dit traject ook succesvol hebben afgelegd ons National Risk Assessment, NRA, en een goede beoordeling van ons Mutual Evaluation, welk een instrument is van de Caribbean Financial Action Task Force onder supervisie van de Financial Action Task Force van de World, waar wij al heel dicht bij de risicozone waren om gegrelist, zo niet geblacklist te worden. En met ons beleid en onze maatregelen hebben we Suriname uit die risicozone weggehaald. In hetzelfde traject afgelopen 3 jaren. Wat betekent dit allemaal? Geachte aanwezigen. Namelijk dat de overheidsschuld niet als een molensteen zal hangen rond de hals van onze economie en geen verzwaring zal opleveren voor onze kinderen en kindskinderen. Onze economie is weer gezond en op het juiste spoor nu. En ons financieel systeem is uit de risicozone. Natuurlijk sluiten we deze fase af als te zijn een fase die geleid heeft naar stabiliteit en dat we op die stabiliteit, op het sterk fundament wat wij gecreëerd hebben, daar nu de economische groei moeten gaan bewerkstelligen. Dat is de uitdaging. Dat de groei nu al geprojecteerd is als gevolg van die hervormingen van 2,3% moet nu verder groeien met investeringen. Met public-private samenwerking, maar met name investeringen vanuit de private gemeenschap. Mijn mensen, we hebben dit programma kunnen uitvoeren met bijstand van de internationale gemeenschap, met ondersteuning ook van de internationale gemeenschap, met ondersteuning van internationale financiële instituten. Zeker het IMF, de IDB, de World Bank in de regio, de Caribbean Development Bank en nog zoveel andere instituten. Maar ook nationaal hebben we deze resultaten kunnen bereiken op basis van een goede samenwerking, dialoog met sociale partners, met vakbonden, met het bedrijfsleven, om zodoende goed met elkaar af te stemmen over de beleidsrichting, de beleidsdoelen en dat we daar weer ook de nodige ondersteuning gehad hebben. Voor wat betreft het IMF-programma, daar wil ik toch nog een paar zaken kwijt. Omdat je toch nog hier en daar wat verschillen in inzichten merkt. Als we wat te brengen. Met betrekking tot de betrokkenheid van IMF, maar ook de rol van IMF. Wij hebben als land een samenwerking met IMF, dat is een reguliere samenwerking. Maar tegelijkertijd is IMF meer dan een samenwerkingspartner. IMF is meer dan een internationaal financieel instituut dat jou beoordeelt en aan de hand van jouw beoordeling je een financiële injectie geeft, zoals recentelijk weer van $53 miljoen. IMF heeft ook bijgedragen aan de vertrouwenspositie van Suriname als het gaat om schuldherschikking, als het gaat om die hervormingen, als het gaat om ook krijgen van meer financiële steun van andere
internationale financiële instituten als de IDB, Wereldbank, maar ook naar die schuldeisers, heeft dat vertrouwen vanuit IMF ook een rol gespeeld om te komen tot duurzame schuldherschikking.